Het Vlaams Belang heeft vanmiddag actie gevoerd in de Sleepstraat in Gent. De partij reageert daarmee op de recente schietpartij waarbij 3 mensen gewond raakten. Enkele leden van de partij, waaronder Johan Dekmijn, voorzitter van het Vlaams Belang in Gent, hingen in de Sleepstraat borden op met daarop de afbeelding van een pistool. Ze hadden ook een spandoek bij met de boodschap geen Far West, wel Kordate Sheriff. De partij wil strenge maatregelen tegen het geweld, zoals het invoeren van een nultolerantiebeleid en het instellen van een avondklok. De actie verliep rustig.